Je moet toch nog knock-out slaan? Nee, of je moet voedsel, dat stond er letterlijk. Nu kunnen we er niet tellen, nu is helemaal sorry, hondje, wild. Kom terug. Oké, ik ga proberen deze bulbdog te doden. Oké, dingetje op mijn hoofd. Even kijken. Oh nee, de bulbdog sprong van het platform af. Oh nee, ik ben aangevallen door schorpioen, ik val hier vanaf. Oh nee, ik ben dood. De oceaan. We weten weinig van zijn geheimen. Ik ben hier om er een te onthullen. Welkom op Dinotopia. Kijk naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel het Edeldier. En vandaag ben ik hier met iemand. Woe! Nikert! Yeah boy! Wij gaan een nieuw avontuur aan in Ark Aberration. Dit is een basis van onze vijanden. Of tenminste, de mensen die nog iets van ons kunnen leren. De noobs. Ze hebben wel heel veel dino's. Ik ben de boy from the iceberg. Ik heb de pijltjes van hun gekregen. En er zit hier een grote krab onder. En Nick wilde daar iets mee gaan doen, maar dat gaat niet lukken. Dat we hem kunnen lokken naar hun basis, maar het wordt heel lastig, denk ik. We hebben hier ook een ziplijntje om hier weg te gaan. Wat wil je gaan doen? Wil je jouw plan proberen? Want dan gaan we waarschijnlijk gewoon dood. Nee! Nee! Doei! Komt hij achteraan? Oké. Okay. Nee, ik kom niet achter. Ja, het blijft ook gewoon zitten. Dus ik denk niet dat het gaat lukken. Kijk, ze kijken naar ons. Let's go. Oh my god. Oh, die krab staat hier recht onder. Oh nee. Wat als we nou daar landen en hij... Uh-oh. Oh, jezus. Ik heb het gehaald. Huh? Springen. Yeah. Oh, ik dacht al. Anders sta ik daaronder. Oké, laten we hier weggaan, Niek. Het is ongeveer exact een jaar geleden dat wij 2 afleveringen van Scorched Earth hebben gedaan. Stopte de server en toen kon het niet meer. We gaan proberen dat record te verbreken. Ik bedoel, Dinotopia was ook een succes! Yeah. Dinotopia met de spelpas! Dit is Dinotopia seizoen 2! Seizoen 2 alweer, jongens. Naar het denderende succes van seizoen 1 zijn we hier weer om verder te gaan. Oh, waar is dit? Dat is een bulbdog. Als je die tempt, dan gaan ze licht geven. Want je ziet dat dit dingetje geeft. Oké, plaats voedsel. Oh nee, je moet ze voedsel geven om te temmen. Oh. Waarom sloeg je ze? Je moet ze toch nog knock-out slaan? Nee, je moet voedsel. Dat stond er letterlijk. Nu kunnen we er niet temmen. Nu is helemaal sorry, hondje. Wild. Kom terug. Als we op die platformen kunnen komen. Er zit een schaap op dat platform. What? Laten we bij het schaap gaan wonen. Sean, het schaap wordt onze buddy. Volgens mij kunnen we op dat eerste platform nog wel komen. En misschien kan ik alvast een laddertje bouwen of zo, dat we naar het volgende platform kunnen. Hier kunnen we sowieso komen. Kijk, hier woont al een hondje. Kei gezellig. Hallo. Hallo. En een schaap. Mag ik jou wel temmen? Nee, ik wil het niet opeten. Maar hier ik eet het allemaal op. Kom je ook niet zomaar. Kijken, volgens hier mij wel. Niet. Dat kunnen we makkelijk verdedigen, I guess. Hier loop je er... Ja, hier loop je er wel gewoon op. Maar grote beesten kunnen er niet komen, denk ik. Dus dit is wel handig. Dit is op zich wel goed om te starten, I guess. En we kunnen altijd een platformpje omhoog gaan als dat beter te verdedigen is. Oké. Okay. Let's your start. Tires. Oh. Yes. Oh my god. Oh, wacht maar tot je terugkomt. Hallo! Oh my god, hoe kom je daar aan? Als je een hoedje maakt, heb je dit als alternatieve look ervoor. Oké, ik ga proberen deze bulbdog te doden. Oké, dingetje op mijn hoofd. Even kijken. Oh nee, de bulbdog sprong van het platform af. Oh nee, ik ben aangevallen door schorpioen, ik val hier vanaf. Dood! Het was opeens een schorpioen, Nick! Er staat hier een hyena in brand. En hij rent om me af! Die wervertjes. Ja, die zijn heel gevaarlijk, man. Ja, die wervertjes zijn heel gevaarlijk. Om daar te komen. We hebben echt een moeilijke plek uitgekozen, volgens mij. Om te wonen. Nee, joh. We moeten gewoon snel een bed hebben, want dan spawnen we hier.
Kunnen we met schimmelbos hetzelfde als met hout? Want we hebben niet echt bomen. Ik krijg een duimpje omhoog van de geesten hier. Dus ik denk dat het hetzelfde werkt als hout. Oké, top. Ik denk dat dat vervangbaar is met elkaar. Gewoon een ingeving die ik opeens kreeg. Ik denk dat ik goed denk. Dat is wel handig. Dat is handig, hè, dat ik af en toe geesten zie. Ook wel gewoon een rondje om de map, denk ik. Oh nee, de Ravager heeft mij gezien! Nop, nop, nop! Rennen! Rennen! Oh. Oh, oh. Oh, heeft me nog steeds gezien! Hij heeft mij nog steeds gezien! Oh! Je bent gebeten! Auw, ik ga dood! Ik ga dood! Of ik weet niet? Waar ik ben. Ja? Ik ben nou bij Laura's huis. Oké, okay, heel mooi. Nou weet ik de weg. Zorg dat je thuis komt. Ik ben nu bij ons plekje. Ik ben gebeten. But I survived somehow. Ik heb misschien Sean het schaap vermoord. Oh. Ik had een leer nodig. Joh. Oh, ik krijg heel veel leer, though. Oh, ik ben op een dino geland. Een Diplodocus. Oh man! Het... Oh nee! What the hell? Oh Nick, ik zag je! Oh! What? Die Diplodocus gooide mij gewoon weg. Het eerste fundamentje is gelegd. Woe! Het is een feit. En ik ga ook een slaapzak neerleggen, Nick. Daar kun je één keer in spawnen. Hallo! Bam. Hallo! Welkom! Bij het spelkwast hoofdkwartier. Yeah. Spelkast, niet spelkwast. Spelkwast hoofdkwartier. Huppakee. Ja hoor. Prachtig is het ook, hè. Ja, nou, succes met je spullen terugkrijgen. Kijk, zien we allemaal glowstickies daar liggen in het dal? Ja. Ik heb mijn spullen al terug trouwens. Tenminste van de tweede keer. Ja, van de tweede keer. Oh, Lara heeft ons gevonden, hoor ik. Ze heeft zichzelf verraden, Nick. Er is een pottenkijker. Gooi je pottenkijkers. Speer. Gooi je speer. Ik weet niet waar ze is, though. Maak dood. Ik kom hier niet eens naar boven. Oh, Lara is hier. Lara is hier. Oh. Maak dood. Wat er gebeurt. Lara is hier. Ik durf haar niet dood te maken. Ze zit op een raptor. Ik kom eraan. Ja, ze verwacht het nooit dat jij aankomt met je fakkel. Ja. Niet slaan. Hier. 177, Jurgen. Ja. Jezus. Jeetje, opschepst hoor. Maar als je ook een arc-serie wilt zien, kan je ook natuurlijk wel aan Jurgen checken en zo. En dan zie je hoe deze noobs het doen. We hebben dat Hallo. Niet nodig. Wow! Overal gratis spullen. Nou, we staan aan het kijken hoe ze terug moeten. Oh! Wat was het? Ah, nee, dit is een trap. Dat zijn narcoberries. Daar val je van de slaap. Nee, daar val je van de slaap. Oh, nog meer. Wat is het? Oh, stimberry. Daar krijg je dorst van. Om te temmen. Dan kun je ze goed ja, temmen. Ja, dat wel. Even kijken. Ik heb allemaal gems en alles. Maar ik weet niet wat je... De spelkast! Origineel. Gooi hem doorstaan. Ik hoop dat ze die bedreigd is. Ik denk knock-out slaan. Zeg, ja, dat, maar... zeg dat eens hardop. Moet je Bulbox eerst knock-out slaan? Ik heb je in mijn hoofd. Ren! Nee, hij zit achter jou aan. Nee! Nee, niet weer! Niet weer. De Ravager zit achter Nick aan. Ik ga er vandoor. Sticker in, Nick. Sticker in. Oh, ze zitten ook achter mij aan. Ze zitten ook achter mij aan! Oh, fuck. Nee! Waarom heb ik de veilige kant afgesloten met een barrière? Want nu kunnen ze me gewoon volgen hier zo. Ah! Ah! Oh nee! I'm going to die. I'm dead. Ja, volgens mij tem je Bulbdox gewoon met bessen. Moet je dan een bepaald soort bessen hebben? Nee, je temt het denk ik niet met bessen. Ik denk met vlees. Ah. ik denk met vlees. Nou, jij hebt net allemaal dodo's doodgemaakt. Ja, ik heb vlees genoeg, maar
Ik wil eerst, als je mij helpt met even zorgen dat we genoeg dingen hebben, dan kunnen we daarna... Ja, doe ik. Maar ik dacht als ik er al eentje tegenkom op mijn pad of zo. Ja, maar daar hebben we dus blijkbaar nog niks aan. Oh, dan zie ik dingen. Wow. Die zou die dodo wel vermoorden, hè? Nee, dat was ik niet. Dief, dierenbul. Gaan erop af, mannen. Oh, nee. Oh, fuck. Oh, nee, nee, meer. Oh, nee. Oh, ik ga even eten. Oh, man. Ik scheid mijn hele broek vol. Oh, kijk dan hoeveel keutels. Het komt goed, Nick. We hebben bijna ons eerste dingetje, ons bed. En dan wordt alles makkelijker. We kunnen dit. We gaan het langer volhouden dan die eerste aflevering sowieso. We moeten minimaal 3 afleveringen. We hebben een record. Kissies. Hey, een bulbdoggy. Hi, bulbdoggy. Oh, aardbeving. Hey, ik heb hier een bulbdoggy, dus ik geef hem even wat vlees, oké? Okay? Ja, hopelijk vindt hij dat leuk. Hopelijk vindt hij dat leuk. Er staat nu dat ik moet wachten tot hij weer hongerig is. Oh, ik heb hem bijna getamed, volgens mij. Oh, spannend. Oké, okay, hoe ga ik hem noemen? Scooby. Oh, rip Scooby. Yeah. Oké, oppakken. Let's go home, Scoop. Vanaf nu hoeven wij nooit meer druk... Oh, ik sprong bijna naar beneden. Hoe willen we dat bed hebben? Ja, dat is prachtig zo. Yeah, oké, dus. Nou is dit mijn spawn. Nu kunnen we hier spawnen voortaan. 1 keer in de 5 minuten kunnen wij spawnen bij dit bedje. Scooby, go! Ik kies jou! Ik kies jou! Oh, wie fluit er nu? Er zit hier iemand te fluiten! Ik wist het, dat jij dat niet was. Hallo? 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 Echo! Oké, hoe gooi ik een bulbdog van mijn schouder af? F? Ja! Scooby! Scooby dooby dooby! Oké, wacht, laat hem even staan. Ik hoorde weer iemand fluiten. Fluiten hier mensen. Scooby, hallo. We gaan je gedrag even inschakelen. Maar, dit wordt het einde voor deze eerste keer. En dan wil je meer zien? Check dan natuurlijk Laura Jurgen voor perspectief van die opschepper Laura die langs kwam. En dan heb je ook nog een aflevering van Nick die we zo eventjes gaan doen. Yeah! Wordt vervolgd. Vervolgd dus. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen als je dit leuk vond. En als je meer Ark wilt zien. En vergeet natuurlijk niet te abonneren ook op Edeldier. Ah, daar is iemand! Oh! Dan zien we jullie volgende keer weer terug zoals altijd. Join de walvissen en tot doei!